Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en Autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. Keuze.
die gemaakt is voor de laatste buitenwedstrijd. Ook hier speelt natuurlijk een stukje temperatuur mee. Je zal ook een andere indoorwedstrijden zien. Degene die een diesel rijden. En je zou maar een dieselklasse na de pauze hebben. En je zou maar als eerste moeten rijden. Dan heb je wel een uitdaging van temperatuur. En gaan wij in ieder geval toch op het zicht door de 80 meter heen. Pitas. Pitos. Pitos. Ik zou ook een versnelling lager kunnen overwegen, maar dat is geen enkele optie met deze chauffeur. Geen enkele optie. Gerard, heb je een bijgesteld, Gerard? Nee, jongen. Zeg je? Een bijgesteld. Het kan wel zijn dat iemand een stof met een auto komt. Dus als het is het probleem de afstelling of zijn het stut? Het is hetzelfde, maar ik ben van de buiten. En krijgen wij daarna nog een beul van de International Red Impact? En een beul van meneer Simple Grip! Wat willen mensen op? Thank you.
die als eerste rijden, kun je daar eigenlijk geen veilige plek op. Maar Bert, wat hebben wij precies aan de sleepwagen gedaan om tot deze afstelling te komen? Nou, het was even zoeken. We hadden namelijk een bepaalde hoeveelheid messen onder de sleepwagen zitten, wat met het weinige gewicht in de gewichtenbak het effect zou hebben dat je een die hoppende runs krijgt. Hier kan Potter gaan breken naar een correctie aan de afstelling van de koppeling. Op die bijzondere banden, want dat mag ook even gezegd worden, dat onderscheidt zich met name op de banden van de aerodynamica. Dat betekent wel dat ik daarmee in ieder geval een wat abrupte start zie van mijn scherm. Ik kijken dat even wat ten opzichte van de allereerste run, toen natuurlijk door de koppeling, hè, nu wat abrupt aangrijpen. Maar voor zover het gevoel dat toestaat, waarschijnlijk nu gekozen dat ik daar toch wel moest gaan herstellen. Voor liever veilig als nog een keer de drein. Kom aan de midden. Is dat mooi? Is dat mooi? Maar die kan er weer tot 20 tellen. Nog iets aan de koppeling gesteld. Ik leg even de boekhouding op huis. Maar laten we wel zijn, we kunnen over de koppeling van Simply 3 praten. Maar als ik kijk naar Hendry, nu in de finale, die gaat ook tussen koppeling en de laatste meter. Ik denk dat het grootste. Ja. Slag blijft erop! Afzuiging draait niet! En na deze run prijsuitreiking en natuurlijk de thema-run van Six Shooter in de nacht op 95.18 in Ladersburg, Simply 3. En Simply 3 komt er dan dus niet aan. Rest mij de vraag. Waar hebben wij die afzuiging voor nodig? En op toe een goed zien wat er rijdt naar de stroom. Cornelis Rombaans, zelf op de bocht. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.